De NVWA waakt over de voedselveiligheid, de productveiligheid en kijkt ook naar de gezondheid van dieren en planten. Elke lidstaat heeft zijn eigen voedsel- en warenautoriteit. Is niet allemaal op dezelfde manier geregeld zoals in Nederland. Maar elke lidstaat heeft zo'n dienst. En er is ook een Europese Food Safety Authority, dat is de EFSA. Nou, zoals het op dit moment gaat, is het eigenlijk al semi-digitaal, zou je kunnen zeggen. Onze inspecteurs werken al met smartphones waar ze hun informatie op kunnen zien en kunnen invoeren. Bedrijven kunnen hun exportaanvragen ook al elektronisch doen. Alleen aan het einde rolt er nog steeds een papieren certificaat uit die dan gestempeld en getekend moet worden. Tijdens ons Nederlands voorzitterschap willen we in de plantaardige sector in ieder geval met name ook het elektronisch certificeren op de agenda zetten. En dat betekent dat we bij het vrijwaren van handelspartners, dat planten vrij zijn van ziektes en organismen, dat we dat elektronisch willen gaan maken. En daar een Europees systeem voor willen gaan gebruiken, dat ook mondiaal te gebruiken is. Nou, de ondernemer heeft daar heel veel aan, omdat het is sneller en efficiënter. Het is minder foutgevoelig, daarmee wordt het dus een betrouwbaarder systeem en het is ook minder fraudegevoelig.